Dames en heren, we zitten weer en ik hoop dat het geluid nu goed in orde is. Thomas, hartelijk bedankt voor je lezing. Inspirerend en interessant en ook een beetje verrassend, omdat je inderdaad tot een wat dubbelzinnige conclusie komt. Ben ik van mezelf niet gewend. Je komt meestal tot heel eenduidige conclusies. Precies, daar probeer ik bij uit te komen. Maar we gaan nog eventjes verder op die dubbelzinnige conclusie. Dat lukte direct. Eigenlijk zeg jij zoveel als: het geval Eichmann, dat stelt ons voor een dilemma en daar komen we nooit helemaal uit. En dat dilemma is: of je erkent dat Eichmann een onnozel, banaal radertje was in een misdadige machine, en dan staat zijn strafbaarheid op losse schroeven. Of je zegt: wat hij gedaan heeft is zo vreselijk dat hij een radertje was, doet er helemaal niet toe, hij moet gestraft worden. En gestraft worden in proportie tot de vreselijke dingen die hij gedaan heeft. Ik wil toch met een paar vragen, ik zal het niet te lang maken, dan bent u aan de beurt, proberen of dat toch een soort uitweg uit te vinden is. Laat ik eerst iets tegen Arendt in geding brengen. Arendt zegt zoveel als: Eichmanns grootste fout is dat hij gedachteloos zijn werk heeft gedaan. Maar dat klinkt wel een beetje bagatelliserend. Want we zeggen toch ook niet dat een straatrover die iemand neerslaat voor zijn beurs, dat hij gedachteloos te werk is gegaan. Ook al blijkt tijdens het latere proces dat die persoon niet nagedacht heeft over de consequenties van wat hij allemaal zijn slachtoffer aandeed. Zou je, als je Arendts begrip van banaliteit volgt, niet van ongeveer elke misdaad moeten zeggen dat ze banaal is, omdat de dader niet heeft nagedacht over de consequenties? Maar is niet nadenken over de consequenties niet juist een element van de strafbaarheid daarvan? Ik denk dat die banaliteit of die gedachteloosheid waar Hannah Arendt het in haar boek over heeft, vooral slaat op de vraag: heeft hij overzien hoe dat hij als een radertje bijgedragen heeft aan, het hele schema van handelingen wat er heeft plaatsgevonden. Dus die banaliteit, of die gedachteloosheid, slaat, denk ik, op het feit dat hij zicht heeft gehad over de taak die hij te volbrengen had, maar niet op de impact van die gedragingen binnen het grote geheel. Nou, als het natuurlijk gaat, als de vergelijking is tussen een straatrover die niet stilstaat bij de consequenties van zijn handeling voor degene die beroofd wordt, dan is dat, hij overziet wel de consequenties van datgene wat er gebeurt. En haar idee was, denk ik, dat hij slecht heeft nagedacht over de consequenties van zijn essentiële bijdrage aan wat die machinerie teweegbracht. Dat is denk ik het grote verschil. Ik denk ook dat dat de reden is waarom we, ik heb daar wel over nagedacht, dat is geen titel, dat is een titel die mij vanuit het Zoeterbreek-programma is aangereikt. Het kwaad in de politiek, of het politieke kwaad. Ik zou daar denk ik zelf niet gemakkelijk voor hebben gekozen. Maar als we willen benoemen wat dat politieke kwaad is, dan denk ik dat het precies daarin bestaat dat er mensen zijn die een kleine bijdrage leveren aan een complexe reeks van handelingen en de uitkomst is desastreus en de bijdrage is tamelijk gering. Hoewel, en dat probeerde zij denk ik met die idee van die gedachteloosheid. Om nog iets te zeggen, in haar boek, er zijn ongetwijfeld mensen die het boek goed kennen, beklaagt Eichmann zich erover, ik heb dat ook in mijn tekst gezegd, beklaagt hij zich erover dat hij, dat zal ik maar zeggen, veel belangrijker was dan de rang die hij uiteindelijk in de SS had bereikt. En ze zegt daarbij ook, hij zou nooit zijn superieur hebben vermoord om die positie te krijgen. Dat kwam niet eens in hem op om dat te doen. Dus hij, wat dat betreft, en ik vond dat ook in die passage wel goed, hij gehoorzaamde aan de bevelen. Nou wordt dat bij, vind ik, bij Hannah Arendt, wordt daar wel erg veel nadruk op gelegd. Er is intussen zoveel bekend over, vanuit die biografie. Er is zoveel onderzoek gedaan dat we intussen ook wel weten dat dat beeld van die niet-antisemitische Eichmann, dat niet deugt. En dat het fanatisme van hem groter was dan zij het in haar weergave van het proces doet uitkomen. Dat is met name, blijkt dat, en dat speelt in die secundaire literatuur telkens een belangrijke rol, dat heeft met name te maken met de rol die Eichmann speelde in Hongarije. Die rechter die ondervraging doet, die vind ik erg goed.
Ze zijn alle drie heel erg goed. Hausner, dat mag ik misschien in deze kleine kring wel zeggen. Hausner was een Galiciër. Die was van ver weg, dat was een Oostjoede. En daar had Arend het niet zo heel erg op. Maar die rechters die daar zaten, dat waren goed gevormde Duitse rechters. En daar had ze veel sympathie voor. Deden het ook heel goed. Misschien nog een kleine aanvulling als dat mag. Want de geschiedenis is altijd raarder dan je, vreemder dan je verwacht. Er zijn drie rechters. De voorzitter is rechter Landau. Wanneer is dat? Begin van de jaren 80, als ik me goed herinner, krijgen we de eerste intifada. Die eerste intifada levert grote problemen op voor de staat Israël. Ze krijgen daar heel slecht greep op. De veiligheidsdiensten treden hard op in die eerste Palestijnse intifada. Dat loopt ook regelmatig uit de hand. Dan moeten er richtlijnen worden opgesteld. Dat is een merkwaardige speling van het lot. Dan moeten er richtlijnen opgesteld worden van het geweld wat tegen die Palestijnen mag worden ingezet. En daar benoemen ze een commissie voor. Het parlement benoemt daar een commissie voor. En wie wordt voorzitter van die commissie? Deze meneer Landau. Dat is de Landau-commissie, die gaat richtlijnen opstellen. Dat zijn bekende richtlijnen geworden. Ik heb een promovendus die binnenkort promoveert over het recht om gevrijbaar te zijn van marteling. Daar zal dat ook een belangrijke rol in spelen. Die richtlijnen die gaan een bepaalde rol spelen en die worden later treden daar mensenrechtengroeperingen tegen in het geweer. En die winnen die zaak, dus datgene wat door het parlement wordt besloten, dat wordt dan vervolgens door de hoogste rechter verboden. En die richtlijnen zijn opgesteld door dezezelfde rechter Landau. Ja. Ik zag in het filmpje van waar je Archman aan het woord hoorde, dat viel mij erg op, ik had het van tevoren niet gezien, dat hem gevraagd werd of hij ooit een gewetensconflict ervaren had. En toen had hij het over gespaltenheid. Ja. Hij had een bewuste gespaltenheid in stand gehouden tussen wat hij deed en wat hij daarvan vond. Ja. En toen dacht ik van, eigenlijk heeft hij zich hier versproken. Want hier zeg je, ik heb dus wel nagedacht over de consequenties. Misschien dat ik er nog iets over vertel. Er is een hele interessante episode in dat proces, waar ik ook wel wat aandacht aan heb besteed, waarin Eichmann vertelt dat hij Kant gelezen heeft. Immanuel Kant van de categorische imperatief. En één van die rechters heeft komt dat naar voren in de politieverhoren. Je moet zich dan voorstellen, hij is, voor degenen die het niet weten, hij is gekidnapt in Argentinië. Er wordt altijd gezegd dat hij gekidnapt is en dat dat een prestatie is van de Mossad. Naar ik nu weet van de biografie van Cesarani is dat niet. De Israëliërs zijn getipt door een aanklager of een onderzoeker in de deelstaat Hessen. Dus eigenlijk getipt door een Duitser. Die hebben de Mossad getipt. Die wisten eigenlijk niet goed met wie ze van doen hadden. Die zijn er naartoe gegaan, die hebben hem gekidnapt, meegenomen. En ze moesten eigenlijk nog heel veel werk doen voor dat proces überhaupt. Ik zei dus en passant dat het proces zelf nog belangrijk bijgedragen heeft aan ons begrip van wat er aan de hand was, omdat dat er nog niet veel bestond. Dus dat gebeurde in die politieverhoren. In die politieverhoren maakte hij ook melding van het feit dat hij geprobeerd had altijd op basis van de categorische imperatief, van de morele wet, te leven. En dat hij dat op een gegeven moment had moeten opgeven. Hij zegt dus heel bewust, op een gegeven moment was ik in dienst van de overheid en moest ik, en dat was zeker, hij lokaliseert dat moment zo vroeg mogelijk, zodat hij al zo vroeg mogelijk onder dat schild van die overheid kan vallen. Dus hij lokaliseert dat heel vroeg en dan zegt hij, ik heb toen mijn eigen oordeel heb ik moeten opgeven en ik heb me gevoegd naar datgene, ik heb mijn bevelen gehoorzaamd. En hier natuurlijk komt hij terug op die gespaltenheid, omdat hij dan kan zeggen, ik heb die gespaltenheid wel gevoeld, maar ja, ik had geen... Dat gaf me geen soelaas, want iedereen had het moeten doen. Ik vind die druppel op die plaat, op die gloeiende plaat, vind ik ook wel een heel mooi beeld, wat hij daar dan verzint. Dan had iedereen het moeten doen en dan zegt hij, het had die civiel courage, die had ook naar boven moeten lopen. Hè. Iedereen had dan civiel courage, dat is natuurlijk tegenstrijdig met wat we bij burgerlijke moed denken. Dan denken we aan een individu die moedig moet zijn. Maar als ik nou, ik ga er nog even op verder. Ik bedoel, iedereen... Zoals wij hier in de zaal zitten en ook daarbuiten, bijna iedereen is onderdeel van organisaties.
Of je dan van de universiteit bent, of van de ambtenarij, of van de politie, of van het leger, of wat je maar kunt verzinnen. Dat is een beetje een kenmerk van het moderne leven. Ja. Hè? Bijna niemand staat alleen ervoor en kan helemaal vrij beslissingen nemen over wat hij dan... Is dat niet eigenlijk een reden om over onze positie als radertjes in wat voor machinerie dan ook streng te zijn en te zeggen van luister eens, je moet ook al bij een radertje in de machinerie toch je verantwoordelijkheid nemen voor wat jij doet. Want anders kunnen alle radertjes zeggen van ik was maar een radertje. Ik vind dat een hele algemene vraag waar ik vind ik heel moeilijk beantwoorden. Ja, ik denk dat iedereen van hier in de zaal wel zeggen ja, dat vinden we ook allemaal wel, dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. In zijn algemeenheid kun je dat wel zeggen. Ik kan er twee dingen over zeggen. Ten eerste, nogmaals, maar ik herhaal datgene wat ik denk ik ook in mijn tekst in de lezing zei. Het was Hannah Arendt natuurlijk vooral bedoeld om aan te geven dat hij paste binnen een totalitair systeem. Dus het idee van een radertje binnen een groot apparaat heeft te maken met haar analyse van het totalitarisme. Sommige van de commentatoren zeggen ook dat is heel bepalend voor de manier waarop zij naar dat proces keek. En we moeten onze rekenschap geven dat we in het begin van de 60e jaren zijn, dat we aanlopen tegen de Cuba-crisis, dat de spanning in de Koude Oorlog op zijn hoogst was, dat zij het had over totalitarisme. En totalitarisme had twee varianten, dat had het Stalinisme en het nazisme, en die werden gelijkgeschakeld. En de voorstelling was van totalitarisme dat het een staat is waar inderdaad één iemand alles beslist, van een staat die alle facetten van het leven beheerst. Intussen is er zoveel onderzoek geweest, en dat mag ik misschien hier ook wel zeggen, waaruit blijkt dat die idee van een hele krachtige staat, ja, dat je daar je vraagtekens bij kan stellen. Dat is trouwens niet alleen een voorbeeld van recent onderzoek, al in, denk ik, maar dat weet ik niet meer zeker, 43, 44, Frenkel met zijn dual state. Dat je de nazistaat dus een duale staat, hè, enerzijds het gewone staatsapparaat wat doorloopt vanuit de 30e jaren, en anderzijds dus dat er twee parallelle organisaties waren. In het huidige onderzoek wordt vaak gezegd, nee, heel veel van die organisaties in die nazistaat, die concurreerden met elkaar. Die concurreerden met elkaar en er wordt dan wel eens gezegd, en dat lijkt me wel over de top, er wordt wel eens soms beweerd van Hitler dat het een zwakke dictator was. Een zwakke leider was. Maar zij denkt heel erg vanuit dat element van dat totalitarisme. Dus als we het hebben over radertje, dan denk ik in zijn algemene, ja, we zijn allemaal verantwoordelijk voor de rol die wij in een groter apparaat spelen. Ik ben natuurlijk mee verantwoordelijk voor deze universiteit. Degenen die hier werken zijn daar mee voor verantwoordelijk. Maar we moeten, als we het hebben over Eichmann en Jeruzalem, oog hebben voor het feit dat het geplaatst moet worden binnen haar conceptie van dat totalitarisme. Oké. Okay. Dames en heren, de banaliteit van het kwaad. Ik wil u uitnodigen om ook een duit in het zakje te doen. Wie mag ik het woord geven? Die meneer met de rode trui. Kunt u heel even wachten tot de microfoon uw kant uitkomt, dan kunnen we u goed verstaan. Dank u wel. Ik ben David Jansen, medewerker. U stelde zo net een vraag over zijn we niet allen één radertje in een groot geheel? En dat vond meneer Mertens een zeer algemene vraag. Ik zou dat kunnen concretiseren door te wijzen naar de weigerambtenaar. Moet een BAPS, een bijzonder ambtenaar van burgerlijk stand, alle huwelijken sluiten, ook die huwelijken die met zijn persoonlijke voorstelling van huwelijk niet overeenkomen? Of niet? Daar zou je een concreet voorbeeld kunnen geven van zo'n conflict tussen de persoonlijke overtuiging en het radertje zijn in een groot raderwerk. Het gaat natuurlijk om iets met veel minder consequenties, maar je hebt toch dat conflict. Thomas. Ja, ik was natuurlijk absoluut niet van plan om te zeggen dat het conflict niet bestaat. Ik las vandaag in de krant, er zijn heel veel voorbeelden van, ik las in de krant vandaag dat minister Rosenthal heeft zijn hoogste ambtenaar de opdracht gegeven dat geen ambtenaar meer met journalisten mag praten als hij kritiek wil geven. Ja, godzijdank zullen ze dat toch doen. Hè? Het is toch niet te achterhalen. Dus
Mijn persoonlijke opvatting over die weigerambtenaar wil ik u best geven. Maar ik vind dat niet zo, lijkt me niet zo verschrikkelijk relevant voor het geheel. Uiteraard is het waar dat we allemaal onderdeel uitmaken van een groter geheel en dat soms conflicten optreden tussen datgene wat je eigen overtuiging is. Maar tegelijkertijd, we zijn geneigd om onze eigen overtuigingen graag als gewetensovertuigingen voor te stellen en die van de ander heel gemakkelijk als politieke of pragmatische. Dus met oordelen zou ik het liefst toch een beetje terughoudend willen zijn. Een mooi voorbeeld van recentelijk dat probleem en gelukkig ook van een heel afgewogen oordeel. Er is net een prachtig boek verschenen over de Hoge Raad in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Daar is op een prachtige manier op gereageerd door de president van de Hoge Raad. Die daar op een zeer afgewogen... ook daar kan makkelijk gezegd worden, ze hebben het allemaal fout gedaan. Ze hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen. Tot op zekere hoogte is dat inderdaad waar. Tegelijkertijd moet je oog houden voor de omstandigheden waarin ze verkeerden. Dus ik graag een beetje, wat zal ik maar zeggen... verschil tussen de verschillende situaties. De situatie van de weigerambtenaar lijkt me een andere te zijn dan iemand die, zoals Eichmann, die in een bepaald bureaucratisch ambtelijk apparaat functioneerde. Hoofd van RSHA 4B. Dat klinkt al erg genoeg eigenlijk, hè? Ja. Ja. Wie mag ik nog? Ik zag daar meningen vinger. Sam? Lex. Hiervoor, Maartje. Derde rij. Het gaat om de Hannah Arendt-lezing. En wat ik vanavond nog niet zozeer heb gehoord is... wat Hannah Arendt nou eigenlijk precies heeft bewogen tot haar analyse... van de rol van Eichmann of van wat het systeem is. Wat heeft ze ons willen meegeven door haar manier van beoordeling van die situatie? Want ik kan me niet voorstellen dat zij alleen maar iets heeft willen doen om haar eigen originaliteit voor de wereld tentoon te spreiden. Ik neem aan dat zij toch wel dieper motieven heeft gehad om ons aan het denken te zetten. De motivatie van Hannah Arendt. Het is altijd moeilijk om in het hoofd van een auteur te kijken en zeker van een auteur als Hannah Arendt. Ik weet dat niet. Ik denk dat zij wel... degelijk gemotiveerd was door haar analyse van totalitarisme. Het totalitarismeboek was net uitgekomen. En ik denk dat zij het als een uitgelezen mogelijkheid zag om inderdaad het totalitarisme... Sommigen zeggen dat. Ze had een vooringenomen opvatting over wat ze daar kwam zien. En ik denk dat er een link bestaat tussen haar het totalitarismeboek uit mijn hoofd eind jaren 50, 58 verschenen als oeuvre... en haar belangstelling voor dit proces. Daar komt het volgende bij. Het was een mediagebeurtenis. Heel veel mensen wilden heel erg graag dat proces bijwonen. Dat is een verschijnsel wat je nu nog ziet, die grote processen. Ik ben zelf een keer wezen kijken bij Charles Taylor. Het is een beetje aapjes kijken, moet ik zeggen. Je wil ze toch een keer graag zien. Ik heb ook een keer Milosevic gezien. Wij zitten dichtbij, dus we kunnen dat makkelijk regelen. We kunnen ze een keer zien. Dus ik denk ook de fascinatie daarmee. Dus het eerste punt is, haar preoccupatie met het totalitarisme. Het tweede punt wat ik noemde, is er was een hele grote belangstelling voor. Ik weet... we weten allemaal dat Harry Mulisch er was, die overigens een interessante analyse heeft. En Hannah Arendt noemt hem als een van de weinigen die met haar analyse instemt. Abel Hertzberg. Er waren ook veel mensen die stonden te springen om een soort accreditatie te krijgen van een krant of van een tijdschrift. Het boek is verschenen in rapportages. Dus zij schreef, als ik me goed herinner, voor de New Yorker. En dat verscheen dan in afleveringen. En dat veroorzaakte dan, dat is de titel van een bepaald artikel wat ik erop, dat veroorzaakte dan oorlog aan de eettafel in New York. Want haar verslagen waren zo controversieel dat als het ware de Joodse gemeenschap in New York, maar ook in Jeruzalem, ze heeft zware kritiek gehad van Gershom Scholem op haar
gebrek aan liefde. En het laatste element waarvan ik niet helemaal zeker ben, we kunnen niet in haar hoofd kijken. Wat ik denk dat zij erg interessant vond, is zij is denk ik altijd gepreoccupeerd gebleven met haar Duitse komaf. Ik denk dat zij ook erg geïnteresseerd was. Ze heeft altijd die band met, zal ik maar zeggen, met Duitsland, met de Duitse filosofie, met de Duitse cultuur heeft ze altijd onderhouden. Er is een erg interessante verhaal natuurlijk te vertellen. Sommigen hier kennen dat misschien beter dan ik. Maar een heel interessant verhaal te vertellen over haar verhouding tot Heidegger. Dus ik denk dat zij ook vanuit een soort belangstelling en betrokkenheid bij de Duitse samenleving ook heel graag wilde zien, erbij wilde zijn om te kijken wat daar gebeurde. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik heb soms studenten, dus ik zeg, ik heb een student. En die schrijft over het Charles Taylor-proces. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Als je geïnteresseerd bent in deze materie, dan wil je zien en kijken wat daar te vinden is. Ik vind dat kleine stukje wat ik liet zien. Ik was al lang bezig met dat proces voordat ik op die film terechtkwam. Ik vind het alleen al fascinerend om die man zijn stem te horen. Zien hoe die praat. Ik ken de film zo goed dat ik de gebaartjes intussen ook herken. Want die heb ik al zo vaak gezien. Ik zie hem altijd. Ik zie hem met die handen wapperen. Als hij binnenkomt, dan is het echt een ambtenaar. Als hij de eerste keer binnenkomt, dan pakt hij zijn zakdoek uit zijn zak en dan gaat hij dat allemaal. En dan moeten die papieren netjes geordend op die tafel liggen. Het is echt een ambtenaar. Ik kan me ook best, dat is ook wat ik in mijn lezing wilde zeggen. Je kunt, en dat is gebeurd, van alle kanten zeggen dat beeld wat zij van hem maakt, dat is te veel naar die kant van dat ambtelijke. Maar er zitten ook wel degelijk aspecten van dat ambtelijke in. Je ziet de ambtenaar. Ik nam ook expres dat eerste gedeelte mee, want er zijn een paar juristen in de zaal, dat weet ik. Hij redeneert als een jurist. Dan vraagt die rechter, nou, hoe ging dat met dat beslissen? Dan had u er eentje met, misschien iemand anders die dat precies weet. Dan was er eentje, nou, die had twee, laten we het proberen met een beetje flair te zeggen. Die had 2,5 groot aardig. 2,5 en niet 3. Dus dan was hij er dan wel bij of was hij er dan niet bij? Nou, dan zegt hij, dan moest ik, als het zo was, moest het naar Mulan. Dan zegt hij, ja, maar hoe moest het dan? 1 was precedentgeval. Daar was geen proces, moest beslissen worden. En die zat er tussenin. Maar dan heeft hij, ja, dan moesten wij al die papiertjes schrijven. Dan moesten wij die advies. Dat ontzettend veel werk kregen we daarvan. Nou ja, dat. Ik ben geen jurist, maar ik kan me heel goed voorstellen. Die werden dus heel moe van al dat. Dus dat precedentwerking en dan archiveren en dan op die precedenten bouwen. Dat was een hele juridische, hele ambtelijke benadering van hoe men met die gevallen. Dat was niet zomaar van 1, 2, 3 uur. Nou, doe maar wel en doe maar niet. Nee, dat was ambtenarij. En dan zegt hij er ook nog bij, vind ik ook prachtig. Ik was niet eifersuchtig. Ik gooide geen zand in de machine. En je hebt veel in de ambtenarij, die doen dat wel. En dat weten we allemaal dat dat zo is. Die willen graag, die zijn ambitieus of die doen hun werk niet netjes. Dat hebben we allemaal. Dan spreek je met iemand iets af en dan gebeurt het niet. Dan zeg je, godverdomme, doe wat je... Nou, dat deed Eichmann. Daar beroept hij, daar is hij ook trots op dat hij dat gedaan heeft. Dus dat beeld van Hannah Arendt wordt soms helemaal weggeschoven. Ik ben ook geneigd om dat te doen. Dat is toch niet helemaal juist. Ze heeft wel iets gezien. En die dubbelzinnigheid van dat beeld. Van dat beeld van Eichmann, dat vind ik denk ik, is het fascinerende. Dat is denk ik het fascinerende van dat Eichmann-proces. Daarom is natuurlijk, ondanks dat onderzoek naar Eichmann, is dat boek niet weg. Ik denk dat dat boek ook niet verdwijnt. Midden in de zaal. Ja. Dank u wel. Ja. Meneer Mertens, hoe kijkt u aan tegen de woordgroep de anonimiteit van het kwaad? En ik vraag dat hierom, aansluitend op die meneer, ik ben uw naam kwijt. U zei van, of u suggereerde, en volgens mij terecht, zijn wij niet op een bepaalde manier allemaal ratertjes in de machine? En toen zei u, meneer Mertens, van, dat vond ik een veilig voorbeeld natuurlijk. Ik werk voor de universiteit, ik ben daarbij betrokken. En dat is, maar het is natuurlijk een machine, als je het nou hebt over kwaad, of over intens onrecht naar mensen wereldwijd, waar we allemaal te maken hebben en die we in de kranten regelmatig tegenkomen, zeg maar de markt, de verhandeling van aandelen, obligaties, politieke beslissingen daaromtrent. En daarom zeg ik anonimiteit. Ik ga straks vallen onder het ABP. Ik krijg een pensioen, hoop ik.
Ik weet niet precies hoe het beleid van het ABP is als het gaat om het kopen van aandelen van welke maatschappijen ook op het vlak van mensenrechten. Maar ik zou vermoedens kunnen hebben. En dat zijn misschien geen vleiende vermoedens. En misschien voor het ABP niet terecht, maar ik begrijp hopelijk waar ik heen wil. Kan het niet zo zijn dat toen de lijn tussen Eichmann, uiteraard Eichmann, en de trein en de kampen op zich heel goed en aantoonbaar hard te maken was, maar dat nu de lijn van het radertje, neem mezelf maar, als gewoon een ex-leraar deelnemend aan een pensioenfonds of wat dan ook, die volstrekt tegen zijn wil betrokken is bij volstrekt immorele financiële transacties met alle gevolgen van dien, ook een vorm van actualisering is van deze these van Hannah Arendt. Hoe kijkt u hier tegenaan? Ik moet u zeggen dat ik daar niet tegenaan kijk, omdat ik heb daar geen antwoord op, omdat we hebben het over dit proces en over deze context. En ik vind de extrapolatie naar zo'n grote context is simpelweg te moeilijk voor mij. Ik kan dat niet overzien. Kan daar geen antwoord. Ik wil wel een ander aspect van uw vraag oppikken. Dat is die anonimiteit van het kwaad. En misschien dan ook iets ten voordele van de interpretatie die Hannah Arendt eraan geeft. Misschien is het ook wel zo dat zij dat element van die banaliteit van het kwaad heeft benadrukt om te voorkomen dat datgene gebeurt wat het gevolg is van het kiezen voor het demoniseren van het kwaad. Dat is natuurlijk datgene wat bij Hausner gebeurde, waar dat kwaad wordt gedemoniseerd, waarin die groter wordt gemaakt dan die was. En ook zijn kwaad zo groot wordt gemaakt dat eigenlijk de band tussen degene die daar in het beklaagde bankje zit en ons verdwijnt. En ik denk dat een van haar motiveringen om die banaliteit van het kwaad naar voren te halen is dat ze zich verzet tegen die demonisering en dus ook het buitenplaatsen, buiten ons plaatsen. En dan ben ik bij die anonimiteit en daarom kan ik met die anonimiteit misschien nog wel wat. Het niet buiten je plaatsen, maar veel dichter bij je plaatsen. Dat zie je vandaag de dag heel vaak gebeuren. Dat degene die grote misdaden begaan worden, gedemoniseerd worden. En de verwantschap tussen degene die dat kwaad hebben gedaan en ons eigenlijk wordt erkend. Dat het niet meer wordt erkend. Terwijl veel onderzoek laat zien dat, wat zal ik maar zeggen, qua persoonlijkheidsstructuur, en ik denk aan een concreet boekje over het kwaad wat ik daarover las, dat de verwantschap tussen degene die heel groot kwaad hebben gedaan, ons veel, dat die veel groter is dan we geneigd zijn te doen als we ze demoniseren. Een heel mooi voorbeeld wat mij erg tot de verbeelding heeft gesproken, is dat proces tegen Ronald Jansen in België. Ik weet niet of een paar mensen dat weten. Er bestaat ook allerlei filmmateriaal over die Ronald Jansen. Nou, als ik die man zie, dan denk ik, nou, die kan ik best bij mij op de tennisclub tegenkomen. Het is volgens mij best gezellig om 's avonds een biertje met die man te drinken. Die kan zich dus het kwaad is vaak veel gewoner of veel anoniemer als dat aansluit dan wij geneigd zijn om te doen als we dat demoniseren. Dit is allemaal psychologie van de koude grond, maar ik kan me voorstellen dat als zij eindeloos naar die Hausner kun je niet meer met sympathie bezien nadat ze zo lelijk over Hausner heeft gedaan en dan valt de stem ook nog niet mee als je hem bezig hoort. Het speelt allemaal een rol. Dat zij gedacht heeft, als jij hem gaat demoniseren, dan maak ik hem. Mag ik de vraag van die meneer toch nog even oppikken? Ik denk dat als ik er geen antwoord op hoef te geven, dan... Je kunt er vast een antwoord op geven. Ik denk dat hij het ook bedoelt, is Eichmann een voorbeeld van anoniem structureel geweld? Juist doordat hij zo binnen in een van de apparaat zit, waar niemand aan de buitenkant, en zeker de slachtoffers niet, die weten helemaal niet wie hun dat aandoet. En wat die meneer bedoelt is dat je ook structureel geweld hebt, waar ook niet, daar kun je de verantwoordelijke ook niet aanwijzen. Iedereen doet zijn eigen ding en uiteindelijk is het resultaat heel slecht. Fijn.
Maar als je die redenering volgt, dan kom je, denk ik, op visies op bijvoorbeeld de Holocaust als een typisch modern verschijnsel. Waarom is het modern? Omdat het rationeel is, industrieel is, bureaucratisch is. Waarom ik me daartegen verzet is omdat het produceren van winst toch iets anders is dan wat we hier aan de orde hebben. En dat, daarom vind ik, daarom heb ik het liefste die dingen van elkaar gescheiden. Dat had nou wel weer leuk geweest. Ik zie helemaal achterin een vinger. Heeft de opvatting van Hannah Arendt over de staat Israël iets te maken met de strafwaardigheid van de beklaagde in dit geval? Want ze had een wat ambivalente houding, denk ik, ten opzichte van het tot stand komen van de staat Israël. Ja. Er zijn verschillende manieren waarop die vraag, die ik niet helemaal goed begrijp, de opvatting over de staat Israël en de strafwaardigheid van Eichmann, hoe die samenhangen, dat weet ik niet helemaal. Er zijn een paar dingen die je erover kunt zeggen. Dat is natuurlijk een groot probleem met het internationaal strafrecht in zijn algemeenheid. Eichmann wist natuurlijk heel goed dat op het moment dat hij ontvoerd was en in Israël was binnengebracht en daar in die gevangenis werd opgesloten en werd verhoord, ja, dat hij veroordeeld zou worden, dat zat er natuurlijk wel heel dik in. Net zo goed als die zoon van Gaddafi heel goed weet dat hij veroordeeld zou worden. En dat is een algemene moeilijkheid die te maken heeft met dat internationaal strafrecht. Op het moment dat jij een arrestatiebevel uitvaardigt tegen, nou ja, Bashir van Soedan, ja, dan moet je al aan de rechters aannemelijk hebben gemaakt dat je wel een goede zaak hebt. Dus daar zit iets ongemakkelijks in, dat die strafwaardigheid al ja, toch wel redelijk vast moet staan. Wil je überhaupt aan zo'n exercitie beginnen? Dus er moet een beslissing genomen worden. Zoals u misschien ook weet, het feit dat Eichmann ontvoerd werd uit Argentinië leidde tot een enorm schandaal, tot een internationaal rechtelijk schandaal, een groot probleem. Dat moest ook geplooid worden. Ik zei, aan de ene kant was Eichmann natuurlijk belangrijk. Was belangrijk. En Hausner wordt naar voren geschoven als een soort pion van Ben-Gurion, die daar als het ware uit... begint ook, als ik me goed herinner, zijn plooi. Ik sta hier namens die 6 miljoen slachtoffers. Dus ze claimen als het ware die rol. Dus die rol van die staat Israël speelt natuurlijk een belangrijke rol. Ik heb elders wel eens gezegd, mooi dat internationaal strafrecht en mooi dat idee dat je dus uit de mensheid, vanuit de mensheid, misschien heb ik het hier ook wel gezegd, vanuit het idee van de mensheid zou moeten oordelen. Maar er is natuurlijk geen haar op een Zweeds hoofd geweest in die tijd die wetenschap zou hebben gehad van Eichmann, die gezegd zou hebben, jongens, wij ontvoeren hem. En wij berechten hem in Stockholm, dat heeft geen zin, er moet een band zijn. En die band was er natuurlijk door die staat Israël. Die staat Israël kon zich vervolgens projecteren als de opvolgers. En wat heel interessant is, maar dat is iets wat ik niet heb aangereikt, ik heb heel even gehint op die vraag naar die rechtsmacht, wat levert die bevoegdheid voor die staat Israël en voor dit hof om over hem te oordelen? Retroactief, want die strafrecht waaronder hij veroordeeld is, is er eentje als ik me uit mijn hoofd goed herinner, van 1 of 52. Of de genocideverklaring is van 49 van Genève, is allemaal ex post. Ja, Hannah Arendt kiest uiteindelijk, ik heb dat denk ik wel gezegd in mijn tekst, kiest uiteindelijk toch voor een bepaalde opvatting van territorialiteit. Dus de band die bestaat tussen de slachtoffers en Eichmann en de staat Israël als opvolgers of plaatsvervangers van, dat heet dan in het jargon passive personality principle, maar dat is uiteindelijk waar ze voor kiest. En niet voor die universele rechtsmacht die goed te verklaren zou zijn als je kijkt naar de misdaad als het een misdaad tegen de mensheid is. En daarom heb ik ook ambivalente gevoelens.
ten aanzien van het zoeken van die rechtsmacht in die internationale tribunalen bij dat begrip van die mensheid. Dat is geen gemakkelijk begrip. Is tegenwoordig het internationaal strafrecht niet beter gedekt door de Verenigde Naties? Dat is een heel voor de hand liggende vraag om dat natuurlijk te zeggen. Daar zitten twee hele grote. Daar zitten, als we bijvoorbeeld naar de ontstaansgeschiedenis van het Joegoslavië-tribunaal kijken, zitten daar twee hele grote problemen bij. Ten eerste, het Joegoslavië-tribunaal werd ingevoerd op het moment dat de omliggende landen geen zin hadden om iets aan wat er daar gebeurde te doen. Dus dat strafhof werd ingevoerd als een soort doekje voor het bloeden. Vervolgens is het tweede grote probleem, is ook uitvoerig aan de orde geweest, en ik verwijs er niet letterlijk naar, maar ik parafraseer de redenering wel. Vervolgens wordt die eerste verdachte naar het Joegoslavië-tribunaal gevoerd en die zegt tegen het Joegoslavië-tribunaal, u hebt helemaal geen rechtsmacht. Wat geeft u de bevoegdheid om hier over mij te oordelen? Nou zegt het gerecht in eerste aanleg, dat komt omdat de Veiligheidsraad ons heeft ingesteld. En het antwoord is, ja, maar de Veiligheidsraad heeft helemaal die bevoegdheid niet, want, en dan moet ik een beetje over internationaal, moet ik een beetje over het handvest praten, op grond van artikel 42 van het handvest mag de Veiligheidsraad een aantal dingen doen, het mag maatregelen nemen, maar daar staat, er staat niet in dat de Veiligheidsraad de bevoegdheid heeft om een tribunaal op te richten. Daar wordt dus bezwaar tegen aangetekend en dan zegt de rechter in laagste instantie, ja, maar het feit dat het niet uitdrukkelijk tot de bevoegdheden van de Veiligheidsraad, kan iedereen zo makkelijk uitrekenen, het feit dat het niet uitdrukkelijk genoemd wordt onder de bevoegdheden van de Veiligheidsraad, sluit niet uit dat de Veiligheidsraad het toch doet. Ja, amahoula, dat kan nog wel. Mag ik nog een derde probleem noemen? Vervolgens zegt Tadic, ja, maar ik heb het mensenrecht om berecht te worden, en dat zijn alle, ik kan ze ook opzoeken welke bepalingen dat zijn, om beoordeeld te worden door een rechtbank die gevestigd is op basis van een wet. Established by law. En hij zegt, ja, maar je kunt van alles en nog wat zeggen, maar een veiligheidsraadresolutie is geen law. En dan zegt de rechter in laatste instantie, daar hebt u gelijk in. Maar de rule in law betekent, en dat is wat ik in mijn tekst ook heb, dat die fair behandeld wordt door ons. Ja, maar dat is wel een kwestieuze redenering. Ik kan me heel goed voorstellen, het is een beetje hetzelfde probleem als wat je in Jeruzalem ziet. Eichmann komt voor die rechters. Wat zegt de verdediger? U bent niet bevoegd. Ja, wat moet die rechter daarmee? Ja, dat is natuurlijk onmogelijk dat die rechter gaat zeggen dat hij niet bevoegd is. Hetzelfde geldt natuurlijk ook in het Joegoslavië-tribunaal. Eerste verdachte zegt, u bent niet bevoegd. Ja, maar het hele apparaat is opgetuigd. Ze zitten er, ze zijn benoemd. Dus wat zeggen ze? Nou ja, we vinden een uitweg. Ik zeg niet dat die uitweg verkeerd is. Ik zeg niet dat het verkeerd is dat het gebeurd is. Ik zeg alleen, het dekken, de materiële legitimiteit van die hoven dekken, door ze te funderen in die Verenigde Naties, vind ik een uitstekende gedachte, maar juridisch niet onproblematisch. En dat geldt hier, bij dat Eichmann-tribunaal, geldt dat idem dito. Ik dacht, ik stel eenvoudige vragen en dan krijg je eenvoudig antwoord. Nee, helaas. Daar achterin. Nou doet hij het, ja. Ik had even over die banaliteit. Dat gaat dan toch uit van een goed functionerend geweten. Als het sprake is van dat hij door banale motieven tot dit soort acties is gekomen. En volgens mij, hij had eruit kunnen stappen, deze Eichmann. Want hij was bezig het opvolgen van criminelen, van een criminele staat. Dus ergens moet zijn geweten toch gecorrumpeerd zijn. Als hij zo banaal bezig was, dan zou het een soort brave burger geweest moeten zijn, ook in Argentinië. Ik heb in een boek gelezen dat hij een kind doodgeslagen heeft in Argentinië. Dus ergens, het was geen brave burger, hij was eigenlijk een slecht mens. En kennelijk is dat misschien ontstaan in die periode dat zijn geweten kapot is gegaan. Maar ik vind het toch wel interessant om, als je
het over die banaliteit van het kwaad hebt in de persoon Eichmann, om dan ook zijn persoonlijkheid wat meer te onderzoeken en te kijken van wat huist daar allemaal in dat hoofd. Ik dacht dat ik veel wist over Eichmann, maar dat is misschien niet zo. Deze periode ken ik niet, maar ik ga dat zeker nazoeken. En ja, dat is precies wat ik ook zou vermoeden, want in Argentinië wilde hij natuurlijk zo anoniem mogelijk zijn. Dus hij wilde zeker, als Ricardo Clement, wilde hij niet dat de aandacht op hem gevestigd hij wilde niet dat de aandacht op hem gevestigd werd. Maar doet het er eigenlijk toe voor de beoordeling van zo iemand of hij een slecht karakter had of niet? Is dat de vraag? Die banaliteit slaat niet op zijn karakter, zou ik zeggen. De banaliteit, luister, we weten dat niet precies, want we hebben alleen maar die paar passages die we bij Hannah Arendt vinden, waarin ze dat beschrijft. En dat zijn de passages die ik in mijn lezing heb weergegeven. En dat zijn, en die komt erop neer, dat hij niet bewust als een soort Satan het kwaad koos, maar dat hij niet goed heeft nagedacht. Dus hij is, en dat vind ik wel interessant, dat zijn ook interessante dingen om na te lopen. Zij verwijst naar Iago, die bewust kiest voor het kwaad. Ze verwijst naar Richard III, verwijzingen naar het werk van Shakespeare. Er is een hele interessante en mooie tekst over, in de filosofie is dat wel bekend, over Billy Budd, van... Ik moet altijd gelijk denken aan de opera van Benjamin Britten, maar het is natuurlijk van de auteur van Moby Dick. Mijn geheugen laat mij soms. Dus hij heeft een aantal voorbeelden. Robespierre en Billy Budd spelen een belangrijke rol als voorbeelden in de literatuur waarin bepaalde individuen bewust voor het kwaad hebben gekozen. En zij zegt dat dat bij hem niet het geval was. Dat hij dat niet heeft gedaan. Hij was deel van een apparaat, heeft zich niet gerealiseerd. Ik denk dat zij... dit is ook, zou ik nooit opschrijven en nooit publiceren. Alsof, u doet het voorkomen alsof hij gekozen heeft en in het apparaat heeft meegelopen en dan niet op tijd genoeg is uitgestapt. Dat beeld lijkt toch biografisch onjuist te zijn. Hij heeft bewust die keuze en die carrière gezocht. Dat zou een element zijn van die banaliteit. Het nastreven van een carrière. Hoger op willen komen binnen een bepaalde hiërarchie. Dat is de banaliteit. Dat belangrijk. Oh, er is een andere passage waar ik naar kan verwijzen, wat zij, Hannah Arendt, heel opmerkelijk vindt. Dit zie je in die film, is ook heel aardig. Er is dus in de voorbereiding van het proces is er veel research geweest van wat er nou precies is gebeurd, waar. En dan wordt hij geconfronteerd met die feiten en dan zie je gewoon dat hij het gewoon niet snapt. Hij zit soms met een jaar vast en dan zetten die rechters tegen elkaar, hij snapt het niet. Daar gaat het om. Hij weet niet. Dus wat zij dan oppikt uit dat verslag is dat hij heel goed wist de belangrijke etappes in zijn carrière. En als het ging om wat er gebeurde op de grootste, dat hij niet goed wist. En dat zie je ook wel in die film. Dan hebben ze het over een bepaald vernietigingskamp. Dan had hij twee jaartallen en twee plaatsen. Daar had hij door elkaar. En dan zeggen ze tegen elkaar, god, hij snapt niet eens wat het over gaat. Nee, dat is het. Dus hij heeft een heel slecht beeld van... Ja, dan moeten we dus weer weten, speelt hij het, dat hij het niet weet? Weet hij het echt niet? Is datgene wat hem gepresenteerd wordt historisch accuraat? Dat is een van die moeilijkheden van zo'n proces, dat heb ik ook gezegd. Die aanklagers en uiteindelijk die rechters moeten dat grotere tafereel creëren waarbinnen hij plaatst. Dat betekent dat ze soms ook... gedwongen zijn om meer te weten dan hij wist op het moment dat hij aan het handelen was. Dus zij maken de context voor deze, voor waarbinnen hij gehandeld heeft. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker in strafprocessen. Om een voorbeeld te noemen, een van de dingen die verweten wordt aan het Joegoslavië-tribunaal toen ze bezig waren met Milosevic,
was dat ze met Milosevic begonnen gaan met Kosovo. Dat was het moeilijkste stuk van de puzzel, waarbij ze het moeilijkste de band te maken tussen wat hij gedaan had en wat die jongens daar op de grond in Kosovo zelf hadden gedaan. Omdat je dan een historische en politieke verklaring moet geven wat daar precies is gebeurd. En de rol van dat individu bepalen. Nou ja, dat is heel omstreden. Dus achteraf wordt het heeft verschrikkelijk lang geduurd. Hij is doodgegaan terwijl het proces speelde. En ze hebben niet precies dat punt, ze hadden Vukova, hadden ze veel gemakkelijker kunnen aanpakken. Ze hadden dus Kroatië, het strijd tussen Kroatië en Servië, veel makkelijker kunnen aanpakken om zijn rol daarin te bepalen dan dat ze nu hebben gedaan. Dus dat is een van die aspecten, zou ik zeggen, van die marginaliteit. Hij weet van zichzelf en van zijn carrière heel goed wat belangrijk was en wat niet belangrijk. Maar als het gaat om de historische context, als het gaat om waar al die treinen naartoe reden en hoe dat georganiseerd was, ofwel hij doet het voorkomen dat hij het niet weet. Nou ja, dat is hinein interpreteren. Hè. Dan zie je hem, dan denk je, god, hij weet het. Ik zou, als ik daar, hij snapt het echt niet. Maar dat weten we niet. Ik zag daar drie vingers tegelijk. Ik kies maar. De meneer met de grijze trui. Kan u ook uitleggen wat Arend onder denken verstond? Ja, dat is een hele goede vraag en een hele relevante vraag. Hij heeft die gedachteloosheid betekent bij Hannah Arendt, en daar hebben we het nog nauwelijks over gehad, dat denken, dat die gedachteloosheid, dat betekent bij Hannah Arendt eigenlijk dat je je verplaatst in de positie van een ander. En haar grote verwijt is, en in een politieke gemeenschap, is dragend voor een politieke gemeenschap, zegt Hannah Arendt, is precies dat vermogen, dat we ons kunnen verplaatsen in de ander. En dat is precies wat zij, en dat is een mooie aanvulling op de vorige vraag, waarin die banaliteit van de kwaadheid bestaat. Is het onvermogen om de dingen te zien vanuit het perspectief van de ander. Tegenargument wat hij onmiddellijk, Eichmann, inbrengt is, ik keek om me heen, ik heb dat in de tekst ook gezegd, ik keek om me heen en niemand was met me oneens. Iedereen dacht zo. Maar dat is eigenlijk het denken. Proberen te denken vanuit de positie van de ander. En dat was, zegt Arendt in haar boek over het totalitarisme, iets wat niet goed mogelijk was. Wat in het totalitarisme niet mogelijk was. Of wat het totalitarisme bestreed. Daarom is het totalitarisme voor Hannah Arendt ook geen politieke gemeenschap. Want de politieke gemeenschap is een gemeenschap waarin publieke ruimte is. Waar publieke ruimte bestaat. En publieke ruimte betekent het feit dat mensen, individuen, van elkaar gescheiden zijn. Fysiek van elkaar gescheiden zijn. En dat zegt ze wel erg mooi in het totalitarismeboek. Daar worden alle mensen samengeperst tot één persoon. Dat zijn dus, maar dat is een hele relevante vraag. Die vraag naar die gedachteloosheid is de afwezigheid van het denken. Afwezigheid van het denken is het onvermogen om je te verplaatsen in een ander en eigenlijk naar de zaak te kijken vanuit een ander perspectief. En in het totalitarisme wordt door haar gekarakteriseerd, of het juist is of niet, is dan een andere vraag, als precies die perspectiefloosheid. Dus de afwezigheid van de politiek. Maar dat is the human condition, natuurlijk. We hebben nog tijd voor één, misschien twee vragen. Hiervoor zou ik zijn. Tweede rij. Ja, ik vind het een hele interessante vraag om te kijken naar Eichmann als goed of slecht mens. Want we kunnen natuurlijk nu heel makkelijk zeggen, ja, de dingen die hij gedaan heeft, zijn een verkeerde keuze geweest. Maar dat is natuurlijk ook maar makkelijk met hoe de geschiedenis is verlopen en inderdaad wat de winnaars hebben bepaald. Als Duitsland de oorlog gewonnen zou hebben, dan zouden zijn keuzes natuurlijk de juiste zijn geweest. En zou hij ethisch correct hebben gehandeld met de visie van nu wellicht. Dus hoe zou je kunnen zeggen dat dat Eichmann een slecht mens is in zoverre. Dat is mijn vraag aan de heer Mertens. Maakt het overwinnaarsrecht alles recht wat krom is? Nou, het is inderdaad een heel interessant en ook wel door een aantal mensen uitgedacht experiment. Om ons voor te stellen dat de aslanden de oorlog hadden gewonnen. Het is een heel interessant denkexperiment. Dan zou Europa er heel anders uitzien dan nu het geval is. Ik ben niet erg geneigd om te zeggen dat alle morele categorieën ook samenvallen met, historische categorieën van overwinnaars of verliezers. Dat lijkt me
Wat erg. Maar Eichmann zou er wel anders afgekomen zijn. Eichmann zou er zeker anders afgekomen zijn. Dat leidt geen twijfel. Wij ook inderdaad, dat zegt u heel terecht. Wij zouden er ook anders wij zouden er ook heel anders hebben uitgezien. Overigens, die roman Fatherland, die ik noemde, waarin Eichmann een rolletje speelt omdat daar een aantal gruwelijke moorden gebeurt, dat speelt zich af in het begin, weet ik niet meer helemaal zeker, begin jaren 60. En denkbeeldig is dat inderdaad Nazi-Duitsland heeft overwonnen en dan vinden er moorden plaats. En dan, dan zijn er een aantal op weg om alle deelnemers, dus de Wannsee-conferentie, dat is uiteindelijk de truc waarom dan blijkt hoe dat die moorden met elkaar gekoppeld zijn. Al diegenen die worden uitgeschakeld, dat is dus een interne groep die zich afzet tegen die Wannsee-conferentie. Dat is de leidende draad. Maar er is wel wat meer literatuur. En er is misschien nog één ding wat ik erbij zou moeten zeggen, maar dat is ook gemakkelijk, zal ik maar zeggen. Dat heeft natuurlijk ook niet zo verschrikkelijk veel gescheeld, hè, dat andere scenario. Dat heeft niet zo heel veel gescheeld dat de aslanden hadden overwonnen. Dat moeten we ons misschien toch ook wel realiseren en misschien ook in zekere mate. Ik ben nou erg geneigd op deze positieve punten de avond te besluiten. Ik wou één ding zeggen. Ik geef aan buitenlandse studenten les. En als dat een beetje klikt tussen mij en die studenten, tussen studenten en mij, dan neem ik ze graag mee naar het Groesbeekse Bevrijdingsmuseum. En ik vind het altijd leuk als ze van heinde en ver komen, dat ze dan ook hier even gaan zien wat er hier in de omgeving is gebeurd. En ik vind dan het misschien een mooi pleidooi voor het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Wie daar niet regelmatig komt, moet dat toch, denk ik, één keer per jaar. Ja, daar komen we ook. Maar ik kan ze hier meenemen met de fiets naar Groesbeek. We gaan weer even terug naar het thema. Er is nog plaats voor. Oh, ik vind het wel mooi. Nog tijd voor één vraag. Mevrouw hiervoor. Wacht u even op de... Daar komt-ie. U bent ongetwijfeld bekend met het werk van Brown, The Ordinary Man. Ja. Ik heb het pas geleden gelezen. Ja. En ik zou zo benieuwd zijn wat Hannah Arendt zou zeggen over Bataljon 101 uit Hamburg. En ook de keuzemomenten die hen is voorgelegd voordat ze konden gaan of moesten moorden. Ja. Ja. Dat is ook wederom een hele goede vraag als ik het... Ik heb gekozen voor Goldhagen als de antipode. Ik had liever gekozen voor Browning of mensen, of dat soort mensen dan voor Goldhagen, omdat Goldhagen, net een recensie over Goldhagen gelezen, is historisch zo inaccuraat, zo slecht gebruik gemaakt, slecht gedocumenteerd, slecht gebruik gemaakt van onze selectieve bronnen gebruikt. Het is een hele mooie tegenstelling die je kan maken met Eichmanns boek, maar er is natuurlijk veel serieuzere literatuur. Het Browning boek is... veel beter, laat ook veel beter. Bedoel, wie zich interesseert voor de materie, ja, Browning's Ordinary Man, dat is natuurlijk een must. Wat op moment vind ik heel indrukwekkend is, ik heb daarna dat boek genoemd van Timothy Snyder, waarin Timothy Snyder zegt, er is gewoon een heel stuk voer, dat kennen veel mensen, voer, Everything is Illuminated. Dat boek, die periode, die regio, waarin door Snyder toch wel een aantal pijnlijke, ook in aansluiting met wat net werd gevraagd, een aantal pijnlijke dingen aan de orde stelt. Dat, het thema van het boek is, er vinden eigenlijk twee genocidale regimes, hebben tegelijkertijd de upper hand. En de westerse landen winnen het door een pact te sluiten met een genocidaal regime en 50 jaar mensen op te sluiten achter dat Stalinistische regime. Dus er is een hele geschiedenis. En hij kan dat verhaal natuurlijk vertellen na de val van de Berlijnse muur. Wanneer al die archieven opengaan die niet open waren. Je mag natuurlijk ook niet met terugwerkende kracht gaan zeggen, Arendt deed het allemaal fout. Want er was heel weinig materiaal nog bekend. Ik ben benieuwd wat zij daarvan... Ja, dat zou ik nu in ieder geval niet 1, 2, 3 kunnen zeggen. Maar als ik de antipode had gekozen die minder tot de verbeelding spreekt, dan had ik voor Browning inderdaad gekozen. Waar inderdaad na Ordinary Man is er nu meer. Er is heel veel materiaal wat vandaag de dag verschijnt. En willen we echt zelf een oordeel hebben, ja, dan moet je toch het materiaal toch vrij goed kennen. Hij doet ook de Auschwitz lezen in januari. In Amsterdam? Ja. Oh, en ik ben net gevraagd om iets te doen op die... Dag, dus dan ga ik misschien van. Oké,
Dames en heren, het is 10:00. We moeten deze avond helaas gaan afsluiten. Voordat ik Thomas Mertens ga bedanken voor zijn interessante, inspirerende lezing en voor zijn deelname aan de discussie, wil ik even nog iets aan u meedelen, onder uw aandacht brengen. En dat gaat over een project van het Soetbeek-programma wat inhoudelijk heel erg sterk aanleunt aan waar we het vanavond over gehad hebben. Op 27 januari aanstaande, begin volgend jaar, komt de Brits-Poolse socioloog en filosoof Zygmunt Bauman naar Nijmegen voor een lezing over de Holocaust. We hebben hem uitgenodigd in het kader van de jaarlijkse Holocaust Memorial Day en we zijn zeer, zeer vereerd dat hij aan onze uitnodiging gehoor kan geven, te meer omdat hij vanwege zijn hoge leeftijd zeer spaarzaam is met zijn toezeggingen. Voor degene van u voor wie Zygmunt Bauman geen household word is, zou ik aanraden om even onder Wikipedia te kijken wie hij is en wat hij allemaal gedaan heeft. Een zeer indrukwekkende wetenschapper. Ja. Die, en dat is ook nog misschien een beetje curieus, een hele mooie wetenschappelijke carrière heeft gedaan, maar de echt de mooiste en belangrijkste dingen heeft geschreven toen hij al 65 was. En inmiddels is hij ver in de 80. En zeer geïnspireerd door Hannah Arendt. Hij heeft een paar jaar geleden een boek geschreven over de Holocaust, de interpretatie van de Holocaust. Dus dat kan een hele interessante, boeiende avond worden. Nu is het gekomen om echt af te sluiten. Ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid, maar Thomas Mertens vooral voor zijn bijdrage. Graag gedaan. Je bent bedankt. Okay.